Ja, Carolien, ik heb hier hele mooie buxus bij me. Moet je kijken hoe groen die is. Die ziet er prachtig uit, hè? En iedereen wil altijd de groene buxus. Nou, dat kan. Ik ga deze niet in je tuin zetten, want jij hebt zelf heel veel buxussen. En ik heb je terras een beetje in de kleur gezet. Maar buxussen groen krijgen kan je doen door middel van een bladbemester. Kijk, die heb ik hier. Dat zijn van die pillen. Dat is een bruistablet. Ik heb hier een liter water in gedaan. Moet je kijken. Dit moet ik even doen altijd. Zo, hup, dit erin. Kijk, en dan gaat het bruisen. Dan wacht je ongeveer een minuut of 8 tot 10 minuten tot het helemaal is opgelost. Dit is een health mix. Wat houdt dat nou precies in? Het is een bladbemester, dus als je die zo over een buxus spuit, wordt hij er heel mooi groen van. En dat is eigenlijk met de buxus zo, die moet groen zijn. Maar hij heeft nog wat anders. Zit er een schimmel in, dan stopt hij gelijk. Oh. Daarom is het een health mix. Het is een gezondheidsmix. Zorg dat je een hele mooie groene buxus krijgt, maar een schimmel stopt ook meteen. Dat zal ik even laten zien. Ga ik het hierin gooien. Kijk. Dan doe je het gewoon hierin. En wat je dan moet doen, want jij hebt zelf buxussen. Kijk, je moet het even onder druk zetten. Is heel belangrijk. Ik heb hier die plant staan, zal ik je het even laten zien. Als je dat gaat doen, moet je zorgen dat hij heel erg nat wordt. Je moet echt zorgen dat hij zeiknat wordt, zo over de blad heen. Dat spuit je er zo op. Dan neemt hij dat op. En eigenlijk zie je dat gelijk reageren. Want er zit zoveel voedingsstof in dat je ziet hem groen worden. Maar zit er een schimmel in, dan stopt hij gelijk. En dat is het belangrijkste. Ja. Eén ding, je kan het alleen maar via internet bestellen. Dus je moet even naar onze website gaan kijken. Ja. En dan kan je op tijd, kan je gewoon je buxus spuiten. Dan is je groen en gezond. Hij heeft geniaal buxussen staan. En buxussen die kan je mesten. Dat doe je met zo'n bruistablet. Dit is een liter water. En zo'n bruistablet die doe je er zo in. En die doet er ongeveer 8 minuten over voordat hij helemaal eigenlijk opgelost is. En kijk. En dan ga je die buxussen die ga je zo bespuiten. En wat ben ik nou precies aan het doen? In die pilden zit meststof. Dat is een bladbemester. Dat spuit je er zo overheen. En die buxus vindt dat heerlijk. Die wordt ook gelijk groen. Maar er is nog wat anders aan de hand. We hebben nou de zogenaamde dauwmaanden. En juist in deze maanden komt er ook een schimmel in de buxus voor. Nou, wat ben ik nu aan het doen? Ik ben die plant aan het bemesten. En ondertussen wordt die schimmel die erin zit tot stilstand gebracht. Het helpt dus eigenlijk meteen. Ja, en dan kan je dat alleen maar via internet bestellen. En daarom kan je even naar onze website, kan je even kijken hoe je dat precies moet doen. En kan je gewoon je buxussen gaan bemesten. Op zich nu, hè. Prachtige buxus in het midden. En dan zet ik de hebe eromheen. Deze zijn uit de Donna-serie. Wat houdt het in? Het is een addenda. Hij bloeit veel vroeger en hij bloeit weken door. Als het niet gaat vriezen, kan hij met de kerst nog bloeien. Dan heb je 1 bloementoeter rondom die buxus. En voor die buxus heb ik ook een oplossing om groen te houden en schimmelvrij. Kijk, dat zijn van die pillen. En dat is eigenlijk om je buxusplant te bemesten, want het is een bladbemester. En tevens als er een schimmel in zit, om het stop te zetten. Het stopt gelijk. Het is meteen gebeurd. Er is na 1 behandeling. Je mag dit ongeveer 5 keer per jaar toepassen. Kijk, dat gaat zo. 1 zo'n tablet is voor 1 liter water. Gaat er zo in en laat maar lekker bruisen. In 8 minuten is het opgelost. Kijk, dit is ongeveer voor 10 vierkante meter heb ik gemaakt. Dan ben je dus je buxus aan het bemesten, maar gelijk die schimmel aan het bestrijden en tot stilstand brengen. En dat is natuurlijk het belangrijkste. Je kan het alleen maar via internet bestellen, dus
Als je wil, ga dan even naar onze website en dan kan je je pillen krijgen. Kijk, en dan spuit je hem nat. Dit zijn de dauwmaanden, dat zijn de echte schimmelmaanden. Als er een schimmel in zit, dan stopt hij gelijk. En je bemest ook de plant. Goed nat spuiten.